Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft op verzoek van de regering een bezuinigingsplan gepresenteerd aan president Chandrika Prasad-Santokhi. De presentatie vond gisteren plaats op het kabinet van de president. Telesur-directeur Mike Antonius heeft aangegeven dat het bedrijf stappen onderneemt om op verschillende gebieden te bezuinigen en waar zij die efficiëntie kan verhogen. 80% van de Telesur-masten zijn volgens Antonius voorzien van de LTE-mobiel internet met snelheden tussen de 50 en 100 MB. Daarnaast wordt een landelijk glasvezel tot aan huis uitgerold. De Telesur-directeur gaf ook de uitdaging aan van de huidige koers waarmee het bedrijf de diensten en operaties in stand moet houden. Telesur hanteert een koers van SRD 32,71, terwijl de koers van de Centrale Bank van Suriname 38 SRD is. Het staatshoofd onderkent de uitdagingen van het bedrijf als het gaat om het koersverschil en de bijdrage aan de staatskas. Desondanks vroeg de president aan de directie en de RVC om te kijken naar mogelijkheden om de kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen voor wat betreft de tarieven voor het gebruik van internet. Het bedrijf zal zich buigen over de vragen en andere voorstellen van de president en zal over 3 weken weer bijeenkomen met de regering om de mogelijkheden verder te bespreken.